Ik weet niet of u dat ook wel eens hebt, maar soms kun je je behoorlijk vergissen in mensen. Dan heb je een beeld en vanuit dat beeld ga je naar mensen toe, zoek je contact met mensen, maar dan, ja, als je dan iemand ontmoet, dan kan het soms heel anders zijn. Mij overkwam dat een aantal jaren geleden, toen werd aan mij gevraagd of ik een pastoraal bezoek bij iemand wilde afleggen. En van tevoren was al wel tegen me gezegd, André, als je daar naartoe gaat, kijk uit, want het is een heel lastig persoon waar je op bezoek gaat. Er valt heel moeilijk mee te praten. Hij is zo hard als een steen en hij kan niet tegen kritiek. Nou, ja, je voelt wel aan, als je zo'n bezoekje moet gaan afleggen, dan ben je al aardig voorbereid voor de ontmoeting die er gaat komen. Dus ik daar naartoe, naar die meneer, en ik belde aan. Ik had zo mijn nodige reserves. Maar er was een vriendelijke man bij de deur en hij liet mij binnen. En hij zei, wil je koffie? Ja, ik wilde wel koffie, er is gewoon koffie in. En we kregen een gesprek en we waren eigenlijk nog geen minuut bezig of ik dacht, oh, wacht even, zit ik wel bij de juiste persoon? Want dit is een heel ander iemand als dat tegen mij verteld is. En ik had zo mijn gesprek met die persoon en hij gaf gewoon oprechte antwoorden. De dingen die hij meemaakte in zijn leven, de pijn en verdriet wat hem overkomen was. En gaandeweg het gesprek was ik mijn hele beeld aan het bijstellen. Ik dacht, ja, maar dit is eigenlijk een mens in nood. Met pijn, met verdriet. Helemaal geen harde man. Helemaal niet iemand met wie niet te praten valt. En we hadden zo een gesprekje. En aan het einde van dat gesprek zei die man tegen mij, André, ik wil dat je weet dat een aantal mensen mij heel veel pijn heeft gedaan, omdat ik weet wat ze over mij zeggen. En dat doet mij heel veel pijn, want zij begrijpen niet wat er met mij aan de hand is. Maar ze spreken allerlei kwade dingen over mij, waardoor ik soms niet eens is bij mensen de gelegenheid krijg om te laten zien wie ik echt ben, omdat de omgeving eigenlijk al voorbereid is op die slechte man. En toen ik dat hoorde, en toen ik dat op me in liet werken, toen dacht ik, oh, wat kun je je gruwelijk vergissen in de buitenkant van mensen. In het luisteren naar wat anderen over iemand zeggen. En wat is het belangrijk om zelf een ontmoeting met iemand te hebben, want dan pas kun je verifiëren, kun je ontdekken wie iemand echt is. Het heeft me wel wat geleerd. En vanaf dat moment ben ik niet zo heel gevoelig meer over wat andere mensen over anderen zeggen. Dat moeten we ook maar niet meer doen. Ze roddelen namelijk. En je kunt een heel kwaad beeld over een ander neerzetten, wat niet de werkelijkheid is. Dat moeten we niet meer doen. En mijn vraag vanmorgen aan jou, voor mezelf ook, is: welk beeld heb jij van God? Er zijn veel mensen die hebben een beeld van God. Ze hebben een gedachte over God, ze hebben een mening over God. En als je zegt, wat vind je van God, dan hebben ze het ook meteen binnen 2 minuten ook klaar. Ja, God, ja, wat moet je met God in deze wereld van vluchtelingen en van oorlog en van pijn en van verdriet en van ziekte en van... Nou, die God, als er een God van liefde is, we zongen het net, hoe kan dat dan in deze wereld? Veel mensen hebben een beeld van God. Maar de vraag is, heb je wel het juiste beeld van God? Hoe kunnen wij de echte God leren kennen? Nou, door eigenlijk gewoon net te doen als wat ik deed naar die man, daar naartoe te gaan, voor de deur te gaan staan en aan te bellen en een ontmoeting te hebben met hem. En dan niet gelijk je woordje klaar te hebben, maar om eens te kijken of het wel klopt wat er over God gezegd is. Om een persoonlijke ontmoeting met hem te hebben. Dan kun je God pas echt leren kennen. De Heer Jezus begreep dat probleem van ons als mensen toen hij tijdens zijn leven hier op aarde was. En hij vertelde een verhaal. En u zult het misschien wel kennen. Het is een van de bekendste verhalen uit de Bijbel geworden. Het verhaal van de verloren zoon. En hij zegt, er was eens een vader die had 2 zonen. Op een dag zei de jongste, vader, geef mij alvast maar een deel van de erfenis. Ik kan niet wachten totdat u dood bent, maar ik wil alvast de erfenis hebben, want dan kan ik die alvast gaan gebruiken. De vader verdeelde zijn bezit en nog een paar dagen later pakte die jongen zijn boeltje bij elkaar en hij ging op reis naar een ver land. Daar verbraste hij de hele erfenis van zijn vader. En juist toen alles op was, hij had alles erdoor gebracht,
toen brak er een vreselijke hongersnood uit in het land. De jongen wist een baantje te krijgen bij een boer en hij moest op het land voor de varkens gaan zorgen. En die jongen had zo'n honger dat hij eigenlijk wel wat van dat varkensvoer wilde eten, want hij had niks anders en hij wou dat eten, maar dat werd hem niet toegestaan. En toen kwam die jongen tot inkeer en hij bedacht bij zichzelf, ben ik dan niet meer dan een varken? Hebben die nog meer waarde dan ik? En toen kwam hij tot zichzelf en toen dacht hij, wacht eventjes, bij mijn vader thuis, daar krijgen de knechten meer dan ik hier zo krijg bij de varkens. Ik sterf hier van de honger. Weet je wat? Ik ga naar mijn vader toe. En ik ga tegen hem zeggen, vader, ik heb het helemaal verprutst, ik heb het helemaal verbruikt. Ik heb gezondigd tegen God en tegenover u. Ik heb het kindschap ook helemaal verspeeld. Ik ben het niet meer waard dat ik nog uw kind ben. Maar zou u mij misschien willen aannemen als een knecht? Want die knechten bij u, die hebben het gewoon goed. En zo ging die jongen op weg naar het huis van zijn vader. En die vader die zag hem al in de verte aankomen. En toen die vader zijn verloren zoon zag, toen brak dat zijn hart. Die man die rende die jongen tegemoet. Hij viel hem om de hals. En hij kuste hem. Vader, zei die jongen, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet langer meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar die vader die liet hem niet eens uitpraten. Hij kreeg niet eens de tijd om zijn zin af te maken. En die vader die zei tegen zijn knechten, kom jongens, haal heel vlug mooie kleren voor hem. Het mooiste kleed wat we in huis hebben en trek hem dat aan. Geef hem een ring aan zijn vinger, geef hem een paar schoenen aan de voeten en slacht het kalf dat we voor speciale gelegenheden vet gemest hebben. Dat moeten we nu gaan slachten, want we moeten echt een feest gaan vieren. Ik roep een groot feest uit, want mijn jongste zoon was dood en hij is weer levend geworden. Ik was hem kwijt, maar hij is weer terug. En even later barstte er een geweldig feest in alle hevigheid los. Wat een verhaal, vertelde de Heer Jezus. En wij kennen het vanuit de Bijbel. En ben je niet bekend in de Bijbel, dan heb je er misschien ook wel eens van gehoord. Rembrandt heeft er een prachtig schilderij van gemaakt. In de kunst is het heel vaak teruggekomen. Het verhaal van de verloren zoon. En vorige week, heb ik met jullie stilgestaan bij eigenlijk de ontwikkeling van die jongste zoon. Wat gebeurde er met hem? Waarom ging hij van huis en wat overkwam hem? Nu wil ik vanmorgen wat meer de schijnwerper zetten op die vader, de rol van de vader in dit verhaal. Wat is dat voor een vader? Want de Heer Jezus, die heeft dit verhaal zo subliem verteld. En hij vertelt in die hele beeldspraak, vertelt hij precies wie mensen zijn en wie God is. Maar ook hoe wij als mensen kunnen reageren op zijn goedheid. En dat komt volgende week. En vanmorgen wil ik dus met jullie nadenken over 6 eigenschappen die de Heer Jezus gewoon vertelt over zijn vader. 6 eigenschappen van God. En als we daarnaar luisteren, dan zien we wie God werkelijk wil zijn. En ik hoop dat als je een beeld hebt van God, als je een idee hebt over God, dat je vanmorgen gewoon eens luistert en dat je kijkt of dat beeld wel klopt. Of je wel het juiste beeld van God, de Vader, hebt. En we gaan ze gewoon even langs zoals ze hier zo staan. Als je zo deze regels even op je in laat werken. Al die dingen die staan hier niet voor niets. De Vader, hij had ogen om te kijken. Dat valt ons allereerst op. Toen hij nog ver van hem verwijderd was, die jongen, zag zijn vader hem. Dus er is een God, heeft ogen, die ogen heeft om te kijken. Jezus zegt, toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Veel mensen denken dat God gesloten ogen heeft. Dat hij niet ziet wat er hier op deze aarde gebeurt. Dat hij niet ziet hoe de volkeren op drift zijn geraakt. Dat hij niet ziet hoe een kind zit te huilen. En hoe iemand in de gevangenis zit. Of hoe iemand, nou noem maar op, ik kan alle nood van deze wereld gaan op. Alsof God dat niet zou zien. Veel mensen hebben het idee dat God gesloten ogen heeft. Waarom doet God er niks aan? Ziet God het dan wel? Bestaat hij dan eigenlijk wel? Als je denkt dat God gesloten ogen heeft, dan wordt het tijd dat je God
gaat ontdekken wie hij werkelijk is. God ziet de verlorenheid van vrouwen en van mannen. Omdat hij niet naar mensen kijkt als een economisch product. Omdat hij niet naar mensen kijkt, wat kan ik van je halen? Wat kan ik van je krijgen? Maar omdat hij naar mensen kijkt als zijn kinderen. En weet je, als je zelf kinderen hebt, dan weet je wat dat betekent. Als jouw kind iets overkomt, dan heb je zelf pijn. Dan ga je zelf lijden. En soms, die momenten heb ik zelf ook gehad, dat ik dacht in mijn leven, ik zou liever zelf de pijn hebben dan mijn kind te zien lijden. De pijn te zien hebben. En dat is een hele andere verhouding. God is een vader die kinderen heeft en hij lijdt bij het zien van deze gebroken wereld. God ziet de gebrokenheid, de verlorenheid van elke jongen, elk meisje, elke man, elke vrouw die in pijn en in moeite en in gebrokenheid over deze wereld gaat. Omdat hij naar mensen kijkt als zijn kinderen. Hij ziet het lijden van de mensen die buiten zijn tegenwoordigheid ronddolen in een gebroken wereld. Hij ziet de stroom van tranen, pijn en angst die hen overkomt. Gods ogen zien jou vanmorgen. Gods ogen zien wat er in jouw leven is. Gods ogen zijn niet gesloten. Hij kent jouw pijn. Hij ziet je angst. Hij telt je tranen. Al is die jongen nog zo ver van huis, nog zo ver afgedwaald van huis, die ogen van die vader zijn nooit dicht gegaan. Die ogen van die vader, die hebben altijd zijn verloren zoon nagekeken. En die hebben hem altijd in het oog willen houden. Nooit gaan de ogen van de vader dicht. Hoe kan een vader zijn ogen sluiten als zijn kind nog buitenshuis is? Hoe kan je gaan slapen? Hoe kan je gaan rusten? Hoe kan je ontspannen als je weet dat het met je kind niet goed gaat? En zo'n vader hebben we in de hemel, die ziet hoe mensen lijden en in pijn zijn. Ogen om te zien. Het tweede wat Heer Jezus ons van God wil laten zien in deze gelijkenis, is dat er een vader is die een hart heeft om lief te hebben. Jezus zegt, toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. Het hart van die vader is niet van steen, maar het hart van die vader brandt, is zacht, heeft een diep verlangen om zijn kinderen weer thuis te brengen, om zijn kinderen weer thuis te ontvangen. Wat heeft die vader uit liefde zijn zoon gewaarschuwd voor de gevaren die hij tegemoet zou gaan als hij zijn geluk buiten huis zou gaan zoeken? Jongen, weet wat je doet. Wat heeft God de mens gewaarschuwd? Als wij ons geluk buiten hem willen zoeken. Die vader, hij zou zijn vaderlijk gezag kunnen gebruiken en hij zou kunnen zeggen, jongen, je blijft thuis. Je gaat de deur niet uit. Je blijft hier zo in ons huis. Ik ben je vader, jij bent mijn kind. Je luistert naar me, je zit hier. Vader had zijn gezag kunnen gebruiken, maar dat doet hij niet. Vader verbiedt het niet aan die jongen om weg te gaan. De liefde van die vader is zo groot dat hij geen liefde wil afdwingen. Moet je even op je in laten werken. De liefde van God is zo groot dat hij geen liefde van jou wil afdwingen, maar je de kans en de gelegenheid geeft om af te dwalen. Zoveel houdt hij van je. Dat hij niet wil dat je een knecht bent, dat hij niet wil dat je een slaaf bent, dat hij niet zegt, en je blijft thuis en anders zal ik je straffen. Dat hij zegt, met tranen in zijn ogen. Je hebt de vrijheid om te kiezen. Al ga je van huis. Met alle pijn die het mij kost, maar al ga je van huis. Zijn liefde is zo groot dat hij ons de vrijheid biedt om haar af te wijzen. Eens over nadenken. Zijn liefde is zo groot dat hij je niet straft als je een andere weg inslaat. Maar dat hij je de vrijheid geeft om zijn liefde af te wijzen.
Onze Schepper heeft ervoor gekozen om een liefdevolle vader te zijn. Als vader wil hij zijn kinderen overladen met zorg, met bescherming, met liefde. Maar zijn vaderlijke liefde sluit ook de mogelijkheid in dat we zijn liefde negeren. Dat we naar een ver land gaan, dat we zeggen, nou pa, we gaan heerlijk met uw bezit ons te buiten in een vergelegen land. Zijn liefde biedt ons die mogelijkheid. Zijn liefde biedt ons de mogelijkheid om met het bezit van de Vader weg te gaan en alles te verliezen. En niet dat het de Vader onbewogen laat. Zijn hart huilt als hij ziet hoeveel mensen zonder hem proberen te leven. De Vader kent de pijn die de keuzes van mensen met zich meebrengt. Hij ziet de gebrokenheid in deze wereld. Hij ziet wat er allemaal gebeurt. Maar zijn liefde biedt ook de mogelijkheid aan ons om die keus te maken. Hij legt de verantwoordelijkheid bij ons. Wat we doen met de liefde van de Vader. Als Vader wil hij al het goede aan ons geven, maar niet tegen wil en dank. Niet onder dwang. En als wij ervoor kiezen om de liefde van God naast ons neer te leggen, als wij ervoor kiezen om toch buitenshuis te gaan, als we ervoor kiezen om toch zonder God onze weg te gaan door het leven, dan ervaart hij over jou een intens verdriet. Een intense pijn. En Jezus noemt dat Gods erbarmen. Erbarmen is een oud woordje, maar dat zegt iets over zijn hart wat vol is van barmhartigheid. Zijn hart breekt. Zo'n hart heeft God. Een hart dat breekt. Dat erbarmen van God, van de Vader, dat wordt op een aangrijpende en indrukwekkende manier wordt dat zichtbaar gemaakt als Jezus sterft aan het kruis. Dan zien we dat hart van de Vader gebroken worden in Jezus Christus, die zijn armen uitspreidt aan het kruis en zichzelf opoffert. Zijn liefde gaat zo ver dat Jezus zijn leven wilde geven. Zichzelf helemaal wilde kwijtschelden, helemaal wilde overgeven voor mensen. Om mensen te behouden uit liefde. Aan het kruis laat God als het ware zijn hart doorboren. Voor de opstandige afwijzing van zijn liefde. Gods hart kent geen wrok. Gods hart kent geen jaloezie. Gods hart kent geen wraakzucht. Het enige dat er in het hart van God is, hij voelt verdriet, intens verdriet. En dat kan omdat het hart van God zo zuiver is. Lieve mensen, zo is het hart van God. En dat komen we niet zoveel op deze aarde tegen. En daarom hebben we ook moeite om God te begrijpen. Een God die zo ver gaat. Een God die zoveel van mensen houdt. Zoveel liefde heeft. Hij heeft een hart dat onvoorwaardelijk lief wil hebben. En Jezus zegt, ik wil dat je begrijpt wie mijn Vader is. Mijn Vader heeft ook benen om ons tegemoet te komen. Een Vader. Hij was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet. Een Vader die benen heeft en armen heeft, die zich naar ons uitstrekken. Het heeft God dat niet laten zien toen Jezus stierf van het kruis. Wijd uitgebreid waren de armen van Jezus, uitnodigend naar mensen. En Jezus zegt hier zo, ver van hem verwijderd was die jongen, maar zijn vader zag hem, werd met innerlijke ontferming bewogen, snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Probeer eens even voor te stellen, wat moet die vader vaak op de uitkijk hebben gestaan, dag in dag uit, hè? Iedere keer weer. En die vader die zie je zo staan, daar aan de rand van zijn erf, zeg maar, van zijn boerderij. En komt hij er al? Zie ik hem al? Elke keer weer opnieuw. Elke dag weer opnieuw. Er gaat geen dag voorbij dat die vader denkt, nou ja,
laat me. Heeft hij toch zelf voor gekozen? Laat hem lekker in die ellende zitten. Wat heeft die vader op de uitkijk gestaan? En moet je eens voorstellen wat er door die vader heen gaat, als hij daar dag in dag uit gestaan heeft en op een dag, moet je je voorstellen, op een dag, ziet hij het goed? Ziet hij het goed? Ja, dat is hij. Dat is hij. Hij komt terug. Daar is mijn zoon. Wat een blijdschap moet het bij die vader gegeven hebben. Zo is God. Zo is God. Dat is de God die Jezus ons laat zien. Een vader die zich niet terugtrekt. Een vader die mensen niet afschrijft. Maar die wacht. Die elke dag blijft hopen. Die elke dag blijft uitzien. Tot zijn kinderen terugkeren. Die iedere keer weer die lange weg naar dat vergelegen land aftuurt. Om de eerste tekenen van zijn terugkerende kind op te vangen. Een vader die niet met een stok klaar staat om ons te slaan. Maar een vader die zijn armen uitgebreid heeft om ons te ontvangen. Een vader die zijn schouder naar voren houdt, zodat we bij hem kunnen uithalen. Jezus vertelt ons dat als de vader zijn terugkerende zoon of dochter in het vizier krijgt, dat hij hen tegemoet rent. Hij loopt niet, maar hij rent. Dat zegt iets over dat verlangen van die vader om die jongen maar weer thuis te hebben. En hij sluit de jongen in zijn armen en hij zegt, je bent mijn geliefde kind en je blijft mijn geliefde kind. En het klinkt misschien heel vreemd, lieve mensen, maar Gods verlangen om jou te vinden is groter dan jouw verlangen om God te vinden. Gods verlangen om jou te vinden is groter dan jouw verlangen om hem te vinden. God is niet degene die rustig en onbewegelijk thuis op een schommelstoel zit bij de open haard, totdat de kinderen aan de deur staan te bonzen en smeken om genade en onder tranen beterschap beloven en zeggen, nou, blijf nog maar eens een nachtje buiten staan, denk er nog maar eens goed over na, dan mag je misschien morgen of overmorgen wel binnenkomen. Integendeel, hij verlaat het huis. Hij vergeet als welgesteld landeigenaar zijn waardigheid. Je voorstellen, de Heer Jezus beschrijft het verhaal hier zo, het gaat niet over een arme boer. Iemand die, nou ja, misschien met een beetje geleend geld of zo wat bezig is, maar nee, het gaat hier om een rijke boer. Een welgesteld landeigenaar. Dan moet je eens voorstellen wat die knechten gedacht hebben. Die staan daar zo te kijken wat er allemaal gebeurt. En die vader in zijn mooie jas, en hij zal ongetwijfeld wel goed gekleed uitgezien hebben. In die tijd waren die heerboeren, zeg maar, die hadden toch heel wat rijkdom en zo. En dat moet je je voorstellen, die man die gaat door dat stof rennen, hij stuurt geen knecht. Die gaat door dat stof rennen naar die zoon toe. Hij laat al zijn waardigheid achter. Hij laat zich ook niet rijden of zo op een paard of wat dan ook. Nee, hij rent naar zijn zoon toe. Dat zegt iets over de waardigheid die God bereid is af te leggen om jou te vinden. Om jou in zijn armen te sluiten. Dat zegt iets over een God die niet in de hemel van een afstandje zit toe te kijken. Maar die zegt, ik ga die vuile weg naar de aarde. En ik zoek mensen op. Ik ga er naartoe. Hoewel de zoon smeekt om genade. En zegt, ik heb het helemaal verbruikt. Onder tranen beterschap misschien beloofd, maar die vader die luistert eigenlijk niet eens naar wat die jongen helemaal allemaal aan het zeggen is. Dat is op zich wel belangrijk hoor, dat die jongen dat zegt. Maar misschien nog wel belangrijker voor hemzelf, voor die jongen zelf, als voor de vader. Want voor die vader is het eigenlijk alleen maar belangrijk, hoe kan ik jou weer in mijn armen sluiten? En die vader die stelt dan ook alles in het werk om hem meteen weer als kind op te nemen. En lieve mensen,
denk er eens over na. Wat zou er toch op tegen zijn? Wat is er nou mooier dan je te laten vinden door een God die jou onvoorwaardelijk lief wil hebben? Wat heb je daar nou op tegen? Wat kan je daar nou op tegen hebben? Een God die zoveel van je houdt, die zo naar je op de uitkijk staat. Onvoorwaardelijke liefde. Die vader heeft een hals om uit te huilen, heeft een mond om te kussen, zegt de Heer Jezus. Jezus zegt, toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Die vader is niet koud. Hij is niet zakelijk, hij is niet hard. Hij gaat geen deeltje maken. Hij houdt vast. Hij omarmt. Hij bevestigt. Hij troost. Allemaal liefdevolle benamingen waarin God er voor mensen wil zijn. In Matteüs 23, vers 37 en 38, daar zegt de Heer Jezus ook zoiets over wie God wil zijn. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Dat is wat Jezus over de Vader zegt, over een God. En hij vergelijkt dat gewoon met een heel eenvoudig beeld, zodat de jongens en meisjes het ook allemaal kunnen begrijpen van een hen, een moederkip. En die wil die kuikentjes beschermen en wat doet hij? Ja, ze maakt een piepgeluidje, ik weet niet hoe dat precies werkt, maar dan pssst, zie je al die kuikentjes komen en pssst, die kruipen onder die vleugels en dan zijn ze veilig. Prachtig is dat. Beschermend. En dat beeld, zegt de Heer Jezus, zo wil God jou onder zijn bescherming nemen. Zo liefdevol is God, zo wil Hij voor je zorgen. Maar zegt Jezus ook, u hebt niet gewild, Jeruzalem. Jullie hebben het niet gewild. Jullie hebben mijn liefde afgewezen. Jullie hebben een andere keus gemaakt. Jullie dachten zonder mij ook gelukkig en veilig te zijn. Die vleugels van die kippen, ja, zorg, bescherming. Een plek om uit te rusten voor die kuikentjes, je veilig voelen. En zo wil God voor je zijn. Hij neemt je in zijn armen. Hij drukt je tegen zijn hals. Om uit te huilen. Heb je dat nooit eens gehad? Dat iemand bij je uitgehuild heeft? Of dat jij bij iemand anders mocht uithuilen? Dan druk je die ander tegen je aan. En vaak leg je dan je hoofd in de hals van de ander. En dan huil je. Een intiemer, een liefelijke beeld kun je niet schetsen van hoe wij als mens naar God mogen gaan. Met al onze nood, met al onze pijn, met al ons verdriet. Met al onze ellende. En bij zijn hals mogen we uithuilen. Bij die hals bevindt zich ook de halsslagader. En de halsslagader wil je de liefde, het leven met God, wil je dat delen, moet je heel dicht bij hem zijn. En die halsslagader van de Heer Jezus, die komt het beste tot uitdrukking als hij zijn leven geeft aan het kruis. Daar zie je eigenlijk dat de Heer Jezus zijn bloed wilde geven voor jou, uit liefde. Zoveel houdt hij van je. De halsslagader van het kruis. Daar mag je uithuilen, daar mag je al je gebrokenheid en al je zonden en alles wat er gebeurd is, je mag het daar allemaal uithuilen. Bij hem. Om vervolgens gekust te worden. Met liefde, met verbondenheid. Stil maar, mijn lieve kind. Je had verwacht dat je straf zou krijgen. Je had verwacht dat je boze woorden zou horen. Een God tegen zou komen die eens flink de waarheid zou zeggen. Maar je ontdekt dat er een liefdevolle vader is. Stil maar, mijn lieve kind. Bij mij ben je veilig. Waarom
Waarom, lieve mensen, zoeken we nog langer onze troost, onze liefde en ons geluk buitenshuis zonder God? Waar zou je die kunnen vinden? Dan bij de Schepper die ons gemaakt heeft. De Vader die naar jou op zoek is. Wat weerhoudt je om thuis te komen bij deze God? En als je God al kent, waarom zou je je troost nog op een andere plek zoeken? Misschien bij jezelf of bij anderen. Als God je zo wil troosten. Wat weerhoud je om aan de hals van deze Vader te zijn? Die je zo liefdevol wil omarmen. En bij wie je veilig bent. Heer Jezus, probeert ons iets te laten zien van wie God wil zijn, is uw beeld al een beetje aan het herstellen, aan het veranderen, aan het kantelen misschien. De Vader heeft namelijk de mogelijkheid om ons het kindschap terug te geven. Dat zegt de Heer Jezus ons hier. Jezus zegt, die Vader zei tegen zijn knechten, haal het beste gewaad tevoorschijn, trek het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. Vers 22. Het is wel duidelijk dat die verloren zoon niet terugkeert in een eenvoudige boerenfamilie. De Heer Jezus vertelt dat die vader een zeer rijk man is, die uitgestrekte landerijen bezit en veel knechten heeft. Dezelfde God, lieve mensen, die lijdt vanwege zijn verloren kinderen, is ook een God die enorm rijk is in goedheid, in genade. En hij wil die rijkdom ook met mensen delen, aan zijn kinderen delen. De vader geeft zijn zoon geen kans om zich te verontschuldigen. De vader vergeeft niet alleen zonder voorwaarden of kritische vragen, maar die vader laat ook zien dat hij eigenlijk geen seconde kan wachten om zijn vader weer een nieuw leven te geven. Gods verlangen om jou weer op te nemen in zijn tegenwoordigheid, in zijn huisgezin, is zo sterk. Het lijkt bijna ongeduldig hoe de Heer Jezus het hier vertelt. En het allerbeste moet worden aangerukt. Zijn vader laat hem kleden als een voorname gast. Haal de mooiste kleren uit de kast en trek die hem aan. Geef hem een ring aan zijn vinger. Geef hem schoenen aan zijn voeten. Als bewijs dat deze jongen nog steeds deelt in de liefde van zijn vader. Nog steeds een erfgenaam is. En dat wordt nu allemaal in ere hersteld. Die vader die geeft aan deze zoon de tekenen van de kinderen van het huis. Hij wil niet dat we slaaf zijn. Hij wil niet dat we knecht zijn. God is zo genadig dat hij jou en mij, terwijl we het totaal verpest hebben, helemaal verbruikt hebben, is God zo genadig dat hij jou weer opnieuw als kind aan huis wil laten komen. Hij wil je een erekleed geven. Hij geeft je de ring van de erfgenaam. En hij doet je schoenen dragen. Die respect afdwingen. God herstelt het kindschap. En hij kleedt ons vanuit zijn rijkdom. De verloren zoon of dochter is volledig welkom als familielid in de volle rechten. Je hangt er niet een beetje bij. Maar in de volle rechten. En dan als laatste. Die vader. Die is uit op een groot feest. Dat zie je wel. Als je zo dit verhaal leest, jongens en meisjes. Nou, dan haalt die vader alles uit de kast. Hij gaat vol op het orgel. Echt. Alles wat hij maar kan doen, gebruikt hij. Om er echt een feest van te maken hier zo. En de reden van de vreugde is wel duidelijk. Hij zegt in vers 23 en 24, laten we eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was kwijt, hij was verloren, maar hij is gevonden. En dan is er een overvloed aan voedsel, er is muziek en er is dans. Het geluid van het vrolijke feest is tot ver buiten het huis te horen. Ook dat is wel weer even goed om over na te denken. Veel mensen, die hebben het niet zo op een God die uitbundig feest viert.
Maar de Heer Jezus heeft ons in allerlei gelijkenissen verteld wie God is. God is aan de ene kant een God die intens verdrietig kan zijn. Intens kan lijden. Als mensen buitenshuis zijn. Als mensen verloren zijn. Maar de Bijbel vertelt ons ook een God die intens blij kan zijn. Die uitbundig kan feestvieren. Als verloren mensen weer thuiskomen. Aan het slot van de Bijbel wordt de eindoverwinning beschreven van God in een schitterende bruiloft die er zal zijn. Openbaringen 19, vers 6 tot 9, daar staat: De Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. Zalig zij die genodigd zijn tot de bruiloft van het Lam. God biedt niet alleen vergeving, verzoening en genezing aan, hij wil ook dat de vreugde in ons leven terugkeert. We hebben vaak de neiging tot treurigheid, zwaarmoedigheid. Als we kijken naar alles wat er gebeurt in deze wereld. Cynisme, neerslachtigheid, sombere gedachten, ze drukken ons neer. We kijken op een negatieve manier naar de wereld en we kijken op een negatieve manier naar elkaar. En we proberen dat soms wel een beetje te compenseren met oppervlakkige vreugde die we dan proberen een beetje ons leven binnen te halen. Maar ik denk dat als je God hebt leren kennen zoals hij echt is, dan begrijp je wat verdriet en wat vreugde is. Dan begrijp je pas echt wat echt verdriet en echte vreugde is. Je leert aan de ene kant het diepe lijden van deze wereld zien en van je eigen leven. En tegelijkertijd leer je ook de vreugde kennen die er is in God. En wij ontkennen niet de duisternis en de gebrokenheid in deze wereld. In de kerk doen we het ook niet allemaal een beetje beter voor dan dat het in werkelijkheid is. We hebben geen happy clappy evangelie of zo. Met elkaar hier zo alles, halleluja, prijs de Heer. En als je in God gaat geloven, krijg je gouden tanden. Dat is niet de boodschap die we hier zo brengen. Want we staan midden in de gebroken wereld van vandaag. We weten echt wel wat er aan de hand is, maar we hebben ook een boodschap van hoop. Wij weten dat verdriet kan veranderen in blijdschap. We weten dat verlorenheid kan veranderen in thuiskomen. En dat zijn de vonkjes van hoop. Wat zeg ik, de lichtstralen van hoop in deze duistere wereld. Wij zien dat wonden worden geheeld. Wij zien dat fouten worden vergeven aan elkaar. We zien dat bezittingen worden gedeeld. Kijk eens wat er in deze stad alleen al aan de hand is door de liefde van God die door de mensen heen werkt. Kijk eens wat er gebeurt in Almere Haven. Kijk eens wat er gebeurt in Almere Poort, in Noorderplas, in Almere Buiten. Kijk eens in alle wijken. Daar waar mensen de liefde van God weer door laten schitteren naar andere mensen toe. Kijk eens waar nieuwe gemeenschappen worden gevormd. Waar opnieuw weer mensen thuis kunnen komen. Waar iets van veiligheid weer wordt ervaren. Waar we ten dienste mogen zijn aan elkaar. Zou je daar niet blij van worden? Er zijn zoveel tekenen van hoop. We laten ons niet meesleuren in negativiteit. Maar we vertrouwen op God. Als we echt tot ons door laten dringen. Dat we terug mogen keren tot de Vader. Dan is er alle reden tot blijdschap. En dan moet je ook oog hebben om te zien wat God aan het doen is. Lieve mensen, welk beeld heb jij van God? Daar begon ik mee. En misschien heb je een uitgesproken mening over God. En zeg je, nou weet je, vraag het me niet, want ik heb echt mijn mening over God gevormd. En vanmorgen zat je hier zo. En je hebt gehoord waar het allemaal over ging. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, nou ik blijf gewoon bij mijn mening. En dat heb ik gehoord van die en van die. Je zou ook kunnen kijken of je misschien gewoon eens zelf naar God toe kunt gaan. Om eens te ontdekken wie hij werkelijk is. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van God. Maar misschien hebben ze hem nooit ontmoet. Corrigeer je beelden. Jezus heeft het ons laten zien vanmorgen. Wat is er mooier dan om in de armen te vallen van een liefdevolle hemelse Vader. Die jou wil aannemen tot zijn geliefde kind. En hij tuurt de weg af, ook vandaag, en hij wacht op je komst. Hij wacht op je komst. Zijn hart is vol verlangen. Kom je er al aan? Ben je al op weg terug naar hem? Zijn hart brandt, zijn ogen gaan uit. Hij staat te kijken.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En je kan het je misschien bijna niet voorstellen. Maar er is iemand die is helemaal niet blij met de terugkeer van die verloren zoon. Dat is de derde persoon in dit verhaal. Het is de oudste zoon. En omdat dat ook heel aangrijpend is, wil ik daar volgende week graag met u in de dienst bij stilstaan. Amen.